En dan de 125. 36 watergekoelde, 2-cylinder, 2-takten, klaar voor de start. Met nummer 4 die u langs ziet trekken, Mario Vitali. Hij start altijd erg snel, maar maakt ook veel brokken. Hier komt hij er overigens niet aan te pas. Het zijn Hans Müller en Cadarola, een Italiaan die als eerste weg zijn voor Angel Nieto, Eugenio Lazzarini en de man die de snelste trainingstijd neergezet had, Auinger, de Oostenrijker. Dat is Müller. Nieto niet eens de snelste tijd neergezet, een derde tijd, ik zei dat al, maar dat is niet schrikbarend, want Nieto heerst al jaren in deze klasse. Daar heeft u hem al op een tweede positie met vlak achter zich de andere kanshebbers zoals Lazzarini, Cressini en Auinger. Müller nog steeds op kop. En daar de inhaalmanoeuvre van de tweede Garelli-rijder, Lazzarini, 39 jaar, de oudste solo-rijder in het Grand Prix gebeuren. Allemaal bij elkaar de kanshebbers, met ook daarbij de nummer 9, August Auinger. Verrassend ook dat heel goed meekomt, nummer 8, Fausto Gressini. Hij zou de man moeten zijn bij Carelli, die straks de plaats van Lazzarini over gaat nemen. Kijk, daar zitten ze bij elkaar, drie man van Carelli. U ziet dat aan de achterkantjes van de motorfiets. Op jacht naar Müller, die nog even de leiding mag houden. En hoe langer die dat houdt, hoe leuker die 125 race gaat zijn. Want op het moment dat met name Nieto daar voorbij gaat steken, is het eigenlijk met het racen gedaan. Althans, de laatste jaren op Assen is dat steeds zo geweest. Wat kleine schermutselingen met eigen stalgenoten, maar echt strijd is er dan niet meer. Met nummer 4 overigens, Maurizio Vitali, de snelle starter. Müller wordt in de nek gekeken door Angel Nieto met daarbij Fausto Gressini. Hier nog op kop. Hij zou dat 2 ronden lang volhouden. En toen begonnen de problemen. Toen ging het eendrachtige blok van de Carelli-motoren hem voorbij. Hier het voorbijsteken van Angel Nieto. En dan wil eigenlijk Müller terugkomen. Maar dan zie je pas hoeveel snelheid of Nieto over heeft. Als hij echt wil, kan hij gewoon weg. Dat doet hij ook. Kijk je maar. Voudige wereldkampioen, wat moet je hem in die lichtere klasse eigenlijk nog leren? Hij was mogelijk op weg naar een 88ste Grand Prix overwinning en dat zegt genoeg over zijn routine. Voorlopig ligt hij op kop, al ligt de rest van het veld hier nog dicht bij elkaar. We kijken nog eens. Gressini die de kop over heeft genomen, dat mag dan even. Lazzarini, Nieto, dan Lazzarini. En dan valt er al een gat naar Müller en Auinger. Dat is Auinger. En dan de rest van het veld met ook een aantal Nederlanders. Waaronder natuurlijk Henk van Kessel, die gemiddeld in deze klasse onze beste Nederlander is. Gressini mag een beetje spelen, mag eens waarmaken wat hij kan en loopt dan ook weg. Maar Nieto heeft nog geen enkele Grand Prix dit jaar verloren en zal dus ook weinig zin hebben om deze jonge pupil uit zijn Carelli-stal weg te laten gaan. De afstand lijkt groot. En zowaar is het dan Vitali die zich ertussen wringt, terwijl Hans Müller alle mogelijke problemen heeft om bij te blijven bij dat kopgroepje. Echte strijd dus in die eerste van die 16 rondes in de 125 kubieke centimeter klasse met nu zelfs even Maurizio Vitali met zijn MBA voorop. Maar vlak daarbij alweer Nieto die er eigenlijk naast zit met daarachter Lazzarini en Auinger. Gressini is dan al wat teruggezakt. Hij heeft zijn werk gedaan, het tempo een beetje opgedreven. Laten zien dat hij een veelbelovende jongeman is.
Maar voorlopig hij achteruit. En deze mensen aan de leiding. Nieto begint dan langzaam maar zeker kwaad te worden. Vindt het nu genoeg geweest. Trekt Lazzarini mee in de slipstream. En dan moet het slachtoffer worden Mauricio Vitali. Hans Müller blijft goed bij. En dat is allemaal nog in de eerste vier rondes. En dan is het afgelopen, want hier komt dan het voorbijsteken van Nieto. En dan komt Vitali eigenlijk vast te zitten tussen Nieto en Lazzarini. Niet voor lang, want Nieto en Lazzarini besluiten dan dat het genoeg geweest is. Zij trekken er met z'n tweeën tussenuit en slaan dan in korte tijd een gat van 8 seconden naar Hans Müller, die toch heel knap naar een derde positie weet te rijden. En maar liefst 17 naar de opvolgende man Jean-Claude Cellini. De vraag is alleen, wie mag dan winnen? Nou, hier, dit is een bekend beeld. Lazzarini mag even weggaan, maar zal ongetwijfeld straks om gaan kijken of dat wel goed gevonden wordt door Nieto. Want wat staat er op het spel? Niet alleen een 88ste Grand Prix overwinning. Kijk, daar ziet u dat omkijken. Natuurlijk, hier ga je er voorbij, maar je kunt natuurlijk niet de belangrijkste man in de stal zomaar voor joker zetten. En dat mag dan ook maar even duren, want er stond voor Nieto veel op het spel. Agostini was de man die tot nu toe hier in de 350 en de 500 klasse in het verleden een 14-tal Grand Prix overwinningen wist te behalen. Datzelfde deed Nieto, en als hij hier vandaag zou winnen, dan zou hij de eerste zijn in het aantal overwinningen op die Grand Prix in Assen. Voorop nog Lazzarini, en dan gaat Nieto voorbij. En hij loopt niet eens echt weg. Ze gaan als aan een draadje naar de finish. Nieto op weg naar zijn zoveelste overwinning. Kijk dus, het lijkt allemaal aardig, maar het is in wezen toch een beetje in elkaar gestoken spel van die gewoon verschrikkelijk snelle Carellis ten opzichte van het merendeel van de andere motorfietsen, de MBA's. De laatste meters en Nieto inderdaad op weg naar zijn 88ste Grand Prix zegen met Lazzarini daar vlak achter. Zij zijn ook de mensen die elke Grand Prix tot nu toe scoorden en met zoveel overmacht. Voor minder dan een derde plaats deed ook Lazzarini het niet. Eenzame klasse en misschien ook wel een beetje devalueren van die 125 klassen. De laatste meters, Nieto. De man die gaat winnen. En Lazzarini, de man die gewoon netjes op de tweede plaats blijft zitten. Nieto dus eerste voor Lazzarini, de Zwitser Müller, dan Cellini, Carracci en Al Inger. En voor de wereldtitel betekent dat tot nu toe de volle winst voor Nieto. Wat minder punten voor Lazzarini dan Müller, Carracci, Au Inger en de Fransman Cellini.